Ik heb een voorstel. Nou. We gaan eens stoppen met die voorspellingen. Want je hebt nooit gelijk. Ja, ik zit er zo grandioos naast elke week dat we ook een beetje zelfbescherming dat ik moet kappen ermee. Nou, ik moet ook zeggen, het gaat over Heracles, denk ik. En zij zijn natuurlijk zelf ook vrij wisselvallig. Dus ik kan me voorstellen dat het ook wel lastig is soms. De ene week verliezen met dikke cijfers van Sparta, dan weer 4-1. Dan weer verliezen, dan weer 4-1 winnen van Go Ahead. Ja, ik had de kentering voorspeld bij Heerenveen, geloof ik, en bij Cover Eagles. Dus nog één keer wordt vanavond 3-0, denk ik. Nou, dat is dan waarschijnlijk voor Heracles geen goed nieuws, want dan zullen ze verliezen. Als dan tenminste wij naar de geschiedenis kijken. Ben je ook zo blij dat het hoofdstuk Joop afgerond is deze week? Ja, maar ik zag net op Twitter nog een berichtje verschijnen dat hij op zondagmorgen, op eerste paasdag, nog weer aanschuift bij de tafel van Kees. O jee. Ik dacht dat daar toch altijd wel hele prominente mensen mochten aanschuiven. Maar jij vindt hem geen prominent meer? Nou ja, ik vind hem een beetje passé, als ik heel eerlijk ben. En, maar goed, het is zondagmorgen, dus we hebben een extra reden, denk ik, om de paasviering bij te gaan wonen. Want dan hoeven we daar niet meer naar te kijken, want ik ben er eigenlijk wel een beetje klaar mee. En waarom ben je er klaar mee? Heb je het gevoel dat iemand mag zijn boek promoten natuurlijk, of vertellen, zijn verhaal vertellen? Dat mag, maar dat heeft hij nu al zo vaak gedaan en elke keer als je hem ziet, dan denk je van, dit is zo'n slecht toneelstuk. Daar was hij vroeger heel wat beter in en dat moet hij zelf ook niet meer willen. En dan moeten volgens mij ook mensen in zijn omgeving zijn die zeggen van, dit is niet meer goed voor je, dus kap ermee. Wat vond jij eigenlijk van het boek? Ja, dat vind ik een lastige vraag. Ik ben vooral blij dat het gewoon nu klaar is. Hij heeft zijn verhaal gedaan. En er staan passages in die best wel leuk zijn over Europees voetbal. En ik vind het jammer dat hij daar eigenlijk niet dieper op ingaat. Van wat voor bijzondere mensen die ontmoet. En dat laatste stuk, ja, dan denk ik, ja, weet je, had dat gewoon lekker niet gedaan. Ik vond dat Gerard van der Belt de mooiste quote had deze week. Die zei van, tot 2010 had hij zijn boek moeten schrijven en de laatste hoofdstuk had hij af moeten doen sinds 2011 met Mea Culpa. Nou, dat vind ik wel een mooie afsluiting. Ik vond eigenlijk wel de quote van 2017 tot dusver. Ja, vind ik ook. Peter Wischerhoff, keert morgen terug in de Grosvesten. Ja, en hij is commissaris bij een club waar het chaos is. Het lijkt wel FC Twente. NEC. Ja, is dat toeval dat Wischerhoff daar weer bij betrokken is? Nou ja, dan moet je hem morgen maar even vragen dan. Ja, want ik zit geloof ik nog even naast hem. Ja, hij keert terug. Hij is commissaris bij NEC. Hij heeft een eigen zaak samen met zijn ouders, overgenomen van zijn ouders in Wageningen. Maar hij is bij zijn eigen clubje is hij nog verantwoordelijk voor wat dingen. En ja, het gaat niet helemaal soepel in Nijmegen op dit moment. Er is van alles aan de hand daar. En normaal sluit er altijd af met, wat denk je van die wedstrijd? Maar dat kan dus niet meer. Mag ik dan nog één laatste voorspelling doen voor Twente? Nu jij hem voor de Heracles ook hebt gemaakt. Het wordt 1-0 voor SC Twente. Een goal van Unal. 1-0? Ja. Dus het wordt geen groot feest morgen voor jou daar. Dat is niet veel. Het is 8:15 aan wedstrijd. Dan is het al wel kouder. Dan wil ik wel iets meer spektakel graag. Dan jij. Ik hoop het voor je. Ja? Succes. Sterkte.